Goedemorgen allemaal. Welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Diem de Remers. Jawel. Ik heb de grote raam eens opengegooid. Het is heerlijk weerke vandaag. Wauw. Ik kan het hier ook eens goed verluchten. Dus ja, mijn eerste taak is natuurlijk, ja, de vlog uploaden. Gaan we dat ook maar eens doen. Video uploaden. Yay. Naar de onze weekend. Yay. Dat is de vlog van gisteren, hè. Ja. Eens even kijken. Hup, staat erin. Hup, staat erin. Het is gewoon zalig buiten. Het is gewoon zalig. Eens even kijken als ik hier meer tekst aan kan toevoegen. Ja, dus proberen voor meer kijkers en al te lokken. Dus OCMW, Timelab. Was er dan nog gisteren in beeld geweest? Eens even kijken, verkennen. Dan vlogs uploaden. Naar de OCMW gaan, VLC player, 1786, wandelen, alken, ja, alken staat er al tussen. Zit er wat muziek op? Even luisteren als er muziek op zit. Ja. Voilà. Voilà, ça. De tekst zijn ook toegevoegd. Ik heb mijn vlog nu ook al wat gecontroleerd. Nu zien jullie het dus, wat ik dus allemaal doe. Ik heb dus mijn vlog gecontroleerd, dus die is redelijk goed. Voilà. Dat wil ik jullie ook nog laten zien dat ik ermee bezig ben en al. En dan nu nog genieten van het weer en zelfs een lekkere tasje koffie drinken. Die ik nu aan het zetten ben. En ze zijn buiten al goed aan het werken. Jee. 19 uur. Voilà, ça. Vandaag is het de 6 april. Plannen. Voilà, ça. Nog 8 minuten en dan staat hem online. Jee. Ja, ik heb mijn luchtmatras. Ik zat vast even. We hebben de luchtmatras recht moeten zetten nu. Dat die raam dan open kan worden. En dat is puur door de wind. Oh. En ik hoop dat hier geen deuken in komen. Geen! En nu is het bijna wel gebeurd. Voilà. Dan zelfs. Samen met mijn schattekje naar haar thuis gaan. Sandwichjes gaan halen. Voor toch voor het lekkere ontbijt te kunnen doen. Maar eerst een tasje koffie. Rustig wakker worden. En dan kunnen we misschien samen naar de winkel gaan. Even kijken hoe zit met Chris. Zeg maar wanneer dat ik kan vertrekken. Mag ze nu al vertrekken? Huh? Waar zit je? Op de wc, maar ik wil nu even niet praten. Ah, oké.
Dus ik ga nog heel eventjes wachten voor het verzenden voor te vertrekken. Als zij dan ook onderweg is, ga ik mijn scheren, tandjes poetsen. Maar eerst een tasje koffie. Allee, ik zie jullie allemaal straks gestrikt. Yo, 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 yo. Zo, hier zijn we aan de Willeurs aangekomen. We gaan een wandelroute doen van om de beide. Eens even gaan kijken. 5,4 kilometer. En nu moeten we naar knooppunt 8 gaan. Die zijn we dus nu aan het zoeken. Knooppunt 8. Eens even kijken hoe we moeten gaan. Is het zo? Ja, dat is langs hier. Dus we zitten naar de goede kant te wandelen. Dus ik zou zeggen, veel kijkplezier met de timeslap. Yo, yo, yo. Mensen om mij te verstaan. Hier gaan we even ons broodjes opeten hier in een kleine pitstop. Heel mooi aan een vijverke. Hier zijn ook vissers aanwezig. Mooie vogelgunder die aan het zweven is, zo nu aan het fladderen. Daar heb ik ook nog een visser en we zitten hier mooi onder een boom. Het is een reiger. Oké, okay, merci maatje om mij te verbeteren. Oh, verbeteren.
om bijkomende informatie te geven. Voilà, sir. Ik hoop dat jullie al van mijn wandelvlog al aan het genieten zijn. En van mijn timeslap. Dus, ik zou zeggen, enjoy. Ik ga nu nog mijn broodje eten en dan gaan we verder. Sick of all these lies, I care about.
question why I'm too sad to say I'm sorry, so lie and pretend that you're okay. Swear that you will stay. Keep trying for one day. Just start again.
up beneath the bed before you go to sleep. Keep up our shots. You'll surely get burned if you reach out and touch. My mind is a battle, I'm trying to hide it. Getting these voices inside to stay quiet. All new the place where all this began. Ik hoop dat jullie van de timeslap hebben genoten. We zijn nu de laatste 200 meter nog aan het wandelen tot aan onze, tot mijn wagen. Onze broeken, onze schoenen hangen goed vol. Dat betekent dat we goed hebben gewandeld. We hebben ook al goed van het zonnetje kunnen genieten. En dan gaan we nog kijken wat we zelfs nog kunnen doen, want het is toch vroegjes. Dat is toch maar 4:30, 's middags. Dus dat we gaan aankomen bij mijn wagen. Ik ga toch eens even voor de veiligheid eens kijken als ik toch niet geen verkeerde informatie geef. Oeh, jawel. 11:58 is nog maar. 11:59. Lol. Oké. Dus dat is nog geen 12:30. Maar ik heb wel een klein beetje slecht nieuws. Ik zal een ganse tijd even niet meer kunnen filmen. Jullie denken van, oh, waarom niet? Ah, wel. Ik heb nog geen tweede batterij voor hem in de GoPro te steken. Dat betekent, mijn batterij is zo goed als leeg. Zo goed als leeg. En ja, het is echt een hele leuke wandeling geweest. Nu komen we nog zo aan de skaterspark van Diepenbeek. Tennisvelden van Diepenbeek, waar ze aan het onderhouden zijn. Jullie horen het. Daar de roller. Dus die is alles in orde aan het maken. En dan daar de sporthal. Ja, wat. Het was een hele leuke wandeling. En ook de temperatuur valt momenteel nog altijd goed mee. Een goede wandeltemperatuur. En daar staat een met een blote bovenlijf al aan het basketten. Precies dat het al echt zomer is. Oh, precies echt zomer is. Ja, wat de mensen. Het heeft mij deugd gedaan. Mij niet alleen, maar ook mijn twee vriendinnetjes. Top. En wat we nog nu zelfs gaan doen, dat weten we niet. Maar eerst wel langs de Carrefour. En dan van de Carrefour doorrijden naar mijn schattekje thuis. En dan van mijn schattekje thuis terug naar mijn thuis toe. Dus ik heb nog een paar kilometertjes te gaan. Ik zie jullie allemaal straks terug. Yo, yo, zo, yo. Zo, Vellingen wel terug thuis aangekomen. Ik al toch al de eerste bestanden subiet om in de computer gooien. En vanaf ik heb mijn SD-kaartje te vol worden, denk ik. Want ik heb nog nooit zoveel gefilmd als vandaag. Met de stoeltjes dan wel buiten. Oei. Ah, ja, dat is wel eigenlijk een goed idee. Aan de andere kant is het vlak, het is alleen ja. Voilà. Ik heb mijn schoentjes ook echt gedaan en ik pak wel de lift. Oh, mijn voeten. Oh, ziet dat eens, mensen. Hoe vol.
Ik zal toch maar de trap nemen. Voilà, ça. Waarvan ze zeggen, jij bent lui en de twee mesjes niet. Ja, dat is wel waar. En kun je één ding zeggen, mijn... Ja. Voilà, laat die maar opdrogen, mijn schoentjes. En nog de juiste sleutels zien te vinden. Voilà, ze. De juiste sleutel gevonden. En dan nu ga ik de bestanden al op mijn computer gooien. En dan gaan we nog wat Rummikub spelen. Wil je nog koffie zetten? Wil ik nog koffie zetten? Wil ik dat? Ja, ik wil dat. Dank je. Voilà, ze. Dan kunnen we ook muziek luisteren. Jee. Eindelijk muziek. Hey, de natuurgeluid was ook wel zalig. Ja, dat was ook wel fijn, ja, de vogels. Voilà. Mensen, ik zie jullie allemaal straks terug. Ik ga mijn GoPro zowel de bestanden al eraf halen als mijn GoPro terug in de stekker gooien, want die heeft voeding nodig. Voilà, ik zet ook mijn raam wagenwijd open. Voilà, dat bij deze is dat gebeurd. Dan zet ik mijn bureaustoel daartegen. Voilà, en dan blijft hij ook open. En dan ga ik nu nog koffie zetten. Dus ik zie jullie allemaal straks terug. Jojojo. Zo mensen, we hebben even Rummikub hier gespeeld. En nu is het zo 5 uur aangebroken, zo meteen. Dus dan moeten we ook onze bestellingen afhalen bij het rondpunt in Alken. En dat is, jawel, een frituur. Dus voor de eerste keer frituur eten. Voilà. Eén keer maar in de week geweest. Dan weet je dat. En mijn maatje, die blijft toch hier. Dus Chris. En Beri gaat even mee helpen dragen. Allee, ik zie jullie allemaal straks. We zijn hier bij het rondpunt aangekomen. Mijn bestelling kom ik ophalen, wat ik online heb besteld. Oh, dat is altijd hier een hele goede frituur. En ik zal hier altijd blijven komen. Dus, I love this frituur. En ook het personeel en al is geweldig. Ik heb nog wat gegeten. En het is nog altijd goed buiten, dus ik ga ook lekker buiten zitten. Even genieten van het zonnetje. Ik heb veel gegeten. Oh. Voilà, hier lig ik dan lekker buiten in de zonnetje genieten. Oh, oostjes toe en gewoon genieten. En s'avonds, als het wat terug donker is, dan ga ik haar daar bieden. Jawel, met een potje Rummikub. Ja, dat is... Ja, bij mij ook. Oh. Het was een zalige wandeling. 1. Zal dat je gewonnen? Ja. 2. Ik heb goed gerummikupt nog. 3. Ik heb goed gegeten. Nu 4. Ik ben aan het genieten van de zonnetje. En 5. S'avonds droog ik haar af. Dat hoop ik. Ja, dat hoop ik. Maar het lukt niet zo goed. Het is 20:06. Wreef het er nog maar eens in. Dus je hebt nog 14 spelletjes willen tegen mij. Om gelijk te staan. Ah. Is dat. En dan nog het belangrijkste gedeelte wat mij ook eindelijk rust begint te brengen is dat het reacties eindelijk beginnen mee te vallen op zowel op YouTube ook als op Discord.
Er zitten nog een paar trollers tussen, die ben ik nog wel aan het verwijderen. En dan zijn we terug vertrokken. Hè. Je ziet, ik ben terug helemaal zen aan het worden. Dus doe maar een duimpje omhoog met deze video, dat ik zen aan het worden ben. Zen. Ja. Totally zen. En nu genieten. Dus tot s'avonds. Ja, ik heb hem nog eens getest, mensen, en het werkt. Dus binnenkort nog eens leuke dronebeelden. Joepie. Zo, gaan we hier nog leuke muziek nog even wat beluisteren. We gaan ook nog in een potje Rummikub 1 of 2 spelen. En dan is mijn maatje weer dan naar huis toe. En dan ga ik ook afsluiten. Ik ga ook nu... Kunnen jullie even hier zo zetten? Even de drone open doen. Dan kan ik die batterij eruit halen. Dat is ook met het donatiegeld betaald. Dankjewel daarvoor, mensen. Want zonder jullie kon ik geen nieuwe dronebeelden maken. Hè. Ik heb hem hier vandaag getest, hier buiten, dat jullie eens laten zien. Hier zo buiten heb ik hem mooi in de lucht gelaten, links, rechts is gevlogen en teruggevlogen naar mij toe. En dat werkte perfect. Nu even de batterij insteken. Moet ook gebeuren, dus de batterij opladen. Voilà, stipt in. Hoe zie ik dat? Als de lampjes zo wat flikkeren. Nu zijn het er nog maar twee. En dan moet het er redelijk, ik dacht, vier of vijf stuks van lampen. En dan is die volledig opgeladen. Ik ga hier nu nog de tafel wat vrijmaken. En dan gaan we nog eens wat partijen Rummikub spelen. Yippie kan jij. En dan ga ik proberen mijn maatje in te troggelen. Probeer het toch. Dames en heren, dit was het einde van de vlog. Ik ga even ook de muziek uitzetten. Ja, of anders heb ik zelfs copyright claims. Jawel. Dus vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan blijven jullie op de hoogte wanneer er een nieuwe vlog, video of een livestream is. En ja, Chris heeft weer al twee rondes gewonnen. En ik de laatste ronde. Yes. Weer al één rondje dichterbij komen. Maar ja. Yo 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 yo